Heb je geen ticket nodig, meneer? Heb je geen ticket nodig? Moet je eerst even betalen, hè? Kom op. Even wachten, ja? Oké. Welkom. Dat is leuk! Doe handjes in de lucht! Yay! Dat is leuk! Eerste attractie, hè? Die eerste attractie! Wow! Hi, Smoes! Zit je op een grote paard? Alles eerste keer spannend, hè? Controle uitvoeren, jongens. Waar is mama? Mama, zit daar ergens? Kijk dan, mama, daar. Maar zo hoog. Oh, pas op, pas op. Kijk daar. Waar ga je heen? Ga je niet sturen? Waar ga je ze naartoe brengen dan? Goeiedag. Alles goed? Met u? Ja, gaat lekker, maat. Nice. Ziet er goed uit. Nice. Goed zo, mijn moeder. Heb je ook een telefoon? Wat zei je? Heb je ook een telefoon? Ja, ik bel af en toe met een wasbeer. Hou ik een wasbeer aan mijn oor en dan kan ik bellen. Ja, ja, precies. Heel vaak is het Randy of Rosie of zo. Naar wie bel je dan? Naar Randy of Rosie. Zijn de wasberen hier, snap je? Oh, je belt naar de wasberen? Ik bel met de wasberen en via de wasberen. Ik heb een soort multi-interpretabele lijntje, snap je? Okay. Ik voel wasberen, ik denk wasberen. Ja, ja, joh. Dus ik stem ook politiek gezien op wasberen. Op wasberen? Echt waar, ja. Wow. Die komen nooit in de kamer, maar goed. Dat is wel leuk. En wie ben je? Wie ik ben? Ja, dat is een filosofische vraag, gozer. Wie zijn wij? Kun je even netjes voorstellen aan al die kinderen? Oh, even netjes voorstellen. Mijn naam is John Batterson. John, dat is een hele makkelijke naam. John, dan schrijf je B-E-N. John, niet vergeten. Goed. Zo. Dames, ik schijn een speciale ontmoeting te hebben. Ik heb ook geen idee. Succes. Ja. Gaat gewoon proberen. Dus, dag Jasper. Ja. Ja. Er zit een baby in de auto. Een baby in de auto? Ja, hij moet gevoed worden, een babyvogeltje. Oké. Okay. Oh, vogeltje. Ja. Hey, viel even later. Ik dacht dat er een baby in de auto zit. Ik dacht, we gaan niet goed hier. Maar dus, oké. Okay. Hey, dames, nogmaals, dankjewel voor de taart. En ik ga het nog 1000 keer zeggen. Hè. Ik ga even een opeten straks. Ik heb taart gekregen. Oh, no. Meneer. Hallo, kan je nu afscheid nemen van een hondje? Zeg maar, lief hondje, tot de volgende keer. Hij is geen geobsedeerde hondjes. Zo blij. Ja, toch?